Al in de 17e eeuw staat er op de hoek van de Dam en de Damrak een café met een gevelsteen met daarop Sint Nicolaas. Sinterklaas is van oudsher de beschermheilige van Amsterdam. In de 19e eeuw heet het café Bisschop. Het wordt in 1899 afgebroken. Er wordt dan een nieuw café gebouwd met de naam De Bisschop en dezelfde gevelsteen. De Bisschop komt in 1918 in handen van Heineken's Bierbrouwerijmaatschappij. 8 jaar later wordt het gebouw alweer gesloopt. De bouwval blijft jarenlang staan, tot grote ergernis van veel Amsterdammers. De gevelsteen met Sinterklaas geeft Heineken in bruikleen aan het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. In 1930 ruilt Heineken de panden op de hoek van de Damrak met de gemeente Amsterdam voor een stuk van de Jacob van Kampenstraat, dat dwars door het brouwerijcomplex aan de Stadhouderskade loopt. Op de hoek van de Dam verrijst daarna het gebouw dat er nu nog staat. Op verzoek van de gemeente komt de steen met Sinterklaas dan terug in de gevel, waar hij nog steeds te zien is.